Wil je online trainingen verkopen in onbeperkte aantallen? Maak dan niet een online training, maak DE online training. De training die in jouw vakgebied de hoogste status heeft van allemaal. Chloe is een nerdy student in New York. Ze houdt van gamen, bordspellen en Dungeons and Dragons. En daardoor komt het dat bijna al haar vrienden mannen zijn. En laten die gasten nou bijna allemaal single zijn? Ze zijn slim in van alles, behalve in daten. Het begon Chloe op te vallen dat zelfs de knapste en grappigste geeks in haar wereld geen vrouwen bleken te krijgen. Ach god. Ze biedt aan om te helpen. Op een avond kijkt ze over de schouder van een paar van haar vrienden mee naar hun dating profiles. Daar ziet ze dingen staan waar haar witte tennissokken vanaf zakken. Foto's waarin de geeky testosteronbommetjes opstaan met verwilderde ogen, bevlekte t-shirts of een zelfgevangen kabeljauw in hun handen. Lange profielteksten waardoor ze overkomen als wereldvreemde numbercrunchers. Daardoor krijgt ze een idee. Ingegeven door het geluid dat haar maag voortbrengt want ze krijgt geen geld van haar ouders en ze is plotseling haar baantje kwijtgeraakt. Op de bankrekening staat dan precies 33 cent. En ze heeft een huurachterstand. Guys, als ik jullie nou eens ga helpen bij het herschrijven van je datingprofile en bij het chatten met meiden op datingapps, voor geld. Because I can tell you right now, jullie hebben geen idee wat vrouwen leuk vinden. Zo gezegd, zo gedaan. Haar vrienden krijgen opeens dates met aantrekkelijke dames die helemaal into jongens met paardenstaart en een flanelle houthakkershemd zijn. Ze weten niet hoe ze daar moeten bedanken. Chloe ruikt dollars en een side hustle is geboren. Ze heeft inmiddels een bedrijf dat Dating Advice by Chloe heet en ze heeft hilarische testimonials en blogartikelen op haar website staan. Waar Chloe helaas zelf dan weer clueless over is, dat is hoe je veel geld verdient met een aantrekkelijke expertise. Want op haar website is te zien dat ze alleen maar één op één werkt. En verbijsterend lage tarieven vraagt. Op die manier gaat haar business nooit kunnen schalen om echt geld te verdienen. Leuke side hustle, maar zo wordt het nooit een cash cow. Begin dit jaar ben ik begonnen om ondernemers te behoeden die op het punt stonden om dezelfde zakelijke fouten als Chloe te maken, die hun huid veel te goedkoop gingen verkopen en een business gingen bouwen waarin meer geld verdienen alleen mogelijk was door meer uren te maken. Inmiddels heb ik een paar honderd ondernemers geholpen bij datgene waarvan ik hoop dat Chloe het ook gaat doen: het lanceren en het verkopen van een online training. Het allereerste wat ik tegen ze zeg is dit: Wil je online trainingen verkopen in onbeperkte aantallen, maak dan niet een online training, maak de online training. De online training die in jouw vakgebied de hoogste status heeft. Van allemaal. Ja, uh, goed advies van Erkel. Maar hoe dan? Hoe dan? Ik hoor het je denken, hè? Nou, hoe je dat flikt, daar vertel ik uitgebreid over in een online seminar dat ik voor je heb opgenomen. Daarin geef ik je alle tips die je echt even moet horen voordat je ook maar gaat denken over het maken van een online training. Thank me later. Ik ga je nu de link geven om je daarvoor aan te melden. Het is gratis, maar ik waarschuw je dat je maar beter eerst even een kopje thee kan zetten, want het duurt ongeveer twee uur. Kijk dus alleen maar als je serieus de intentie hebt om een online training op de markt te brengen en daar serieus geld mee wil verdienen. Dit is de link: www.seminars.gratis.